niet alleen mijn vader, maar ook een assistent. Yes! Hallo allemaal, ik ben Melissa. Dit is Stanley, de vader van Melissa. We gaan vandaag een modecursus doen voor patroontekenen en naaien bij NZ. En met je Rotterdampas krijg je 25% korting op de starterscursus mode en patroontekenen. En dat gaan we vandaag doen, dus ik heb er super veel zin in. Dit is Johan. Hallo, goedemiddag allemaal. Pap, wat weet jij van patroontekenen en naaien? Over patroontekenen niet zoveel. Naaien wel iets meer. Ik zag mijn moeder al vanaf kinds af aan achter een naaimachine. En we hadden niet zo breed, maar we gingen heel goed gekleed. En wat ik jammer vond, dat ik eigenlijk nooit bij haar geleerd heb. Ah, oké. Ja. Dus dat is leuk dat we dat vandaag een beetje gaan leren. 1 meter stof moet je meenemen en we gaan vandaag een etui maken. Dit is het voorbeeld, dit zijn de etuietjes. Dat maakt niet uit welke maat je wil maken of zo. Nou, let's go. Oké. Oh, we leggen deze erop, we zorgen dat dit mooi recht van draad is. Dat hebben we overgenomen, kunnen we hem uitknippen. Nou, het is in ieder geval proberen, hè? Ja, ja hoor. Ja. Nou, dit is het maaimachine. Ja. Dit is het spoel. Waar we de gaar op gaan draaien, okay. Is dit het spoorhuisje. Ja. Gelukt. At last. Is het enkel gedaan? Ja, het is goed gelukt. Je kan hem dus ook nog omdraaien. Kijk, dan heb je de andere kant. Ik ga het ook wel zo. Waar ga jij hem voor gebruiken, pap? Nou, jij zei mijn potlood en pennetjes, dat lijkt me best wel leuk. Nu heb je er geen één hier, maar normaal wel. Super bedankt, Jan. Oké, okay, ik heb het heel graag gedaan. Ja. Ik hoop dat jullie het ook leuk hebben gevonden. Ik vond het echt heel leuk. Okay. Ik vond het ook heel leuk. Ja, dat vind ik heel fijn. Makkelijk was het niet, maar heel leuk. Je krijgt dus 25% korting op de starterscursus naaien en patroontekenen bij de site voor de vakschool. Precies. En dat krijg je dus met je Rotterdampas. Dus ik zou zeggen, let's go. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei. Doei. Doei.